Hoi allemaal, welkom bij een nieuwe video met Jet. Vandaag is het 23 april en dus 22:50 en ik heb me al helemaal klaargemaakt. Want ik ga vandaag met mijn vriendinnen een weekendje weg. Wij hebben altijd een jaarlijkse vriendinnenweekend. En door corona kon het vorig jaar niet doorgaan. Ondanks dat we er nou nog steeds middenin zitten, gaan we dit jaar toch wel. En daar heb ik super veel zin in. Ik heb me al klaargemaakt en ik heb een deel van mijn spullen al gepakt. Dus ik ga dit weekend gewoon meenemen. En jullie zullen dus ook mijn vriendinnen gaan ontmoeten. Wij gaan naar Bergen. Wij gaan trouwens naar Bergen. Bergen aan Zee. Ligt vlakbij Egmond aan Zee en Alkmaar. Ik ben er nog nooit geweest. Ik ben super benieuwd. En ik zit dit jaar in een organisatie met Danique. We hebben echt super leuke dingen geregeld. Dus ik weet allemaal al wat we gaan doen. Daardoor ben ik nog meer excited. Straks komt Isa en Fleur hierheen en gaan we even boodschappen doen. En ik moet nog even. Dus ik ga even verder mijn spullen inpakken. En dan zie ik jullie zo terug. Nou, ik dacht, laat nog even zien wat ik aan heb. Ik heb gewoon een spijkerbroek aan. Beetje zo'n wijdere, is van H&M. Met mijn alstublieft eronder en een zwarte trui. Deze is van Moves. Alleen ik twijfel echt om deze trui aan te houden, want het is best wel lekker weer buiten, als je kan zien. En ik heb het sowieso al warm, want ik heb mijn haar gefund, dus ik zweer me echt de pleuris. Dus ik denk dat ik me even ga omkleden. Ja, niks. We gaan op de vlog. Nou, we weten niet of het helemaal gaat passen, want de boodschappen moeten er ook nog bij. Oh, dit is wel aardig leeg. Ja. Ik weet de vlug en ik achterin. De shells kunnen er ook in. De shells kunnen er ook op. De jassen misschien? Douwen. Gewoon douwen. Dit is sjaal, dit is kleed. Zie hier een sjaal? Ja, dat is mijn sjaal. Nog sjaal. Hier nog sjaal, hier een kleed. Nou, poging 2 om alles in te pakken. Je ziet het eigenlijk niet goed. Nou. Oh, er staat nog één tas, die moet er ook in. Oh nee, dit moet er allemaal nog in. Dit moet er nog in. We gaan straks niet zien, want we hebben een koffer en daarop mijn tas. En hier staan volgens mij ook nog spullen. Hier. En ik mag lekker voorin zitten met kratjes onder mijn voeten. Gaat dit lukken? Ja, jas kan je daar. We zijn onderweg al, jongens. Is het op de vlogcamera? Hallo? Ja. Dus we gaan nu eerst even richting Waalwijk. We moeten even onze activiteit van zaterdagavond ophalen. En dan gaan we richting Bergen. Wij zijn de eerste auto die al vertrekt. En dan de andere meiden die komen zo wanneer hun klaar zijn met hun lessen volgen. Hebben we er zin in? Ja! Oh. Ja! Ja! Ja, ik kan daar nog. Kijk, dat is het. Hoe cute! Je mag toch wel even snel? Jawel. Zal ik even blijven zitten anders? Ons huis. Ze mogen maar uit. Ja. Oké, jongens, we zijn dus aangekomen. Het ziet er zo fucking leuk uit. Het staat nu op de achtergrond. Dus ik ga het jullie even laten zien. Kijk, zo kom je aan. Hier kom je dan aan. En wij hebben een 8-persoons villa of zoiets, of een appartement. Nou, we hoeven gelukkig niet het hotel, dus we komen gewoon hier binnen. Nou, er zijn hier 4 stapelbedden meteen. En dan ja, is dit soort de woonkamer. Nou, met tv. En dan hier is de eettafel. En een kleine bar.
Nou, de volgende ruimte is hier een bed met ook een soort grote slaapkamer weer. En dan is hier een kleine badkamer. We hebben hier een kleine keuken. We gaan naar de volgende ruimte. Nou, hier is weer een keuken. Kan ik komen? Nou, we hebben dus ook een bubbelbad. Er passen zeker 3 personen in. Maar als het water kan, zo een randje lekker. En we hebben een douche. Wat is het voor douche? Al die knopjes drukken, dat is echt vet. Nee, dat durf ik niet. Nou, er zit dus blijkbaar ook een radio in en een disco. Oeh! Een disco douche zit. Oh, het stinkt. En dan hebben we nog een bed. En een zithoekje en dan gaan we weer naar buiten. Kijk, dit is voor ons. Voor de mensen die het willen weten. Het huisje heet Villa Prinsenhof in Bergen. En is voor 8 personen. En wij hebben dat gewoon via Airbnb gedaan. En volgens mij waren iets van 50 euro pp kwijt. Dus, misschien wel iets meer. Maar voor 2 nachten. En Bergen ligt echt vlakbij Alkmaar. En we zitten midden in het centrum. En volgens mij zitten we 5 minuten van de zee af. Dus, echt fuck. Super chill. We gaan ons toch maar even voor de zekerheid testen. Voor het idee, ook al zijn we net al 2 samen. Nou, mama is al in de auto geweest. Voor mij blijven kijken. Ik durf het ook nog niet. Nee, ik ben ook niet. Je hebt serieus niet naar achter trekken, echt niet. Want dan ga ik je pijn. Het valt echt mee, het is gewoon naar. Het doet gewoon pijn. Jet, niet doen, dan moet ik opnieuw. Oh, oké, sorry. Oh, maar het doet echt fucking lang. Je hebt echt een lange pijngrens. Ik zou er lekker een snoetje mee. Oh my god. Jezus zeg. Dus, ik ben negatief. De organisatoren zijn aan het koken. Oh. Oh, lekker spinazie. Zin in. Als jij eentje wil opschuiven niet. Ja, maar wat zijn dit? Kalkoenkip. Ik heb echt zin om zo je poenaar niet te steken. Weet je hoe een kip doet? Kalkoen? Beste Walewiek. Beste Walewiek. Bedankt. Bedankt. Dat u ons bij één heeft gebracht. Bij één heeft gebracht. 9 jaar geleden. 9 jaar geleden. Door u. Drukke, gezellige planning. Dus we moeten wel een beetje vroeg opstaan. Wat gaan wij doen, Annick? Wij zijn de organisatoren. Wij gaan morgen scooters huren. Uh-huh. En dan gaan we rondjes rijden door Noord-Holland, onder andere Alkmaar, Bergen aan Zee. En nog meer. Is het tandenstrijd? Ik heb het op tandenstrijd staan. Dus dat gaan we morgen doen. En ik ga mijn tanden nu poetsen en dan gaan we lekker naar bed. Dus wij sluiten de vlog af. Nee, we sluiten deze dag af. We sluiten deze dag af. Ja, we sluiten de yes. Dag af. Yes! Wel goedemorgen! Welkom, lieve welkom kijkertjes! Bij een nieuwe dag. Het is een katerdag. Welke dag is vandaag? 24e toch? Het is zaterdag 24 april en het is 11 uur in de ochtend. En wij zijn onderweg om onze scooters te halen. En hoe voelen wij ons zo? Helemaal kut. Nou, ik voel me best prima. Helemaal kut. Maar Het is wel gas. Hebben scooters gehuurd. En die gaan we nu even ophalen. En dan gaan we de andere maat ophalen. En dan wil de dag gaan we lekker scooteren.
zijn op het strand! Ik ben nooit getoond geworden. Woe! Kijk dit, ben u in mijn land? Ja, we gaan naar het strand. Ja. Valt mee qua koudheid. Ja, ik heb ook al mee. Gaan we mee naar het zand? Strand? Ja. Ik ga eten, friet. Gaan we friet eten? Ik wel. Vertel even dat we een ziekenhuis hebben gezien. Ik heb hier staan echt, wij hebben zulke dikke huizen in. Dat is echt niet normaal. Oprecht. Maar weet je wat ik me nou ook altijd afvraag? Wat voor mensen daar wonen? Nou, ik vraag me altijd af, wat doen die mensen? Ja, inderdaad, wat doen die mensen? Zijn het beroemdheden of zijn het gewoon... Ik denk dat het tweede huizen zijn. Tweede huizen? Shit. Ja. Tweede huis! Het tweede huis, nou dat past mijn huis. Daar denk ik al 6 keer in. Maar ook gewoon echt... Van die huizen die echt in Amerika staan. Ja. Van die zieke architectuur of zo. Dingen. Poorten. Die poort alleen al. Ja. Is wow. Maar ik zou het niet. Weet je wat me dan wel of niet leuk lijkt? Heb je echt buren? Want er is al een kilometer, verder. Omdat je huis zo kapot ja, groot is. Ja, dat is wel. Wij horen ons schreeuwen. Wij schreeuwen naar die huizen. Op een gegeven moment kwam ik bijna op jullie terecht met scooter, omdat ik net op had. Ja, op een gegeven moment zag ik wel, jullie komen wel een beetje dichtbij. Ja, ik was de bloem. I can taste yo, food. Ik denk echt dat ik hier mijn baan van moet maken. Het is goed gehaald, staat mij wel. Hè? Ja, past al bij, ja, weet ik veel. Past wel bij mijn baan. Ja, ik weet niet. Je ziet er wel zo uit als een... Bij mij zou het niet passen. Ik moet meer een Thomas, weet je wel. Ja. Ik moet gewoon... Ik probeerde dus op de scooter weg te rijden net. Maar dat ging niet. Nee, ging niet goed. Dus ik ga vandaag niet scooter rijden. Onze laatste stop. Petten aan zee. En we zijn net ook bij de duinen zo geweest. Ja. Heet dat? Schoolse duinen? School of zo. Ik weet niet. Cheers. En nog zo'n stadje. Ja, we zijn ook door Alkmaar heen gereden met scooters. Ook nog een stukje. Dus we hebben alles gezien vandaag en we gaan... Het is nu 4:30 of zo. Is het nu echt 4:30? Ja, nu is het echt 4:30 denk ik. Oh, het is al 5:00. Oké, het is 5:00 en we moeten weer een uurtje terugrijden met scooters. Dus nu gaan we even terug en dan gaan we lekker eten doen. Yes. Nou, we zijn weer terug in het huisje. We hebben echt een superleuke dag gehad. Ik ben wel echt kapot, ondanks dat we de hele dag op scooter hebben gezeten. Maar Daniek en ik zijn nu even eten aan het klaarmaken. En we hebben voor vanavond hebben we lekkere soep die mijn moeder al voor ons had gemaakt thuis. Dus je hoeft alleen even lekker op te warmen. En we hopen ook lekkere lumpia's van de oma van Isa. Yummy. Oké, ik ben even aan het klaarmaken voor de Slutty Jane in de Jungle Party. We zouden om 10:00 beginnen, het is ondertussen 10:15. Maar iedereen was in slaap gevallen. Ik klink ook echt alsof ik al heel de week heb lopen feesten. Maar dat is echt sinds een paar uur, dus ik weet niet. Waar dit ineens vandaan komt. Dus ik zal zo wel laten zien wat ik aan heb. Ik zie er vergeleken met mijn vriendinnen nog mild uit. Want we hebben dan die silent disco. En dat is onze laatste avond alweer. Het gaat super snel. Dus dat is echt jammer. We hebben echt zo'n leuk weekend gehad. En net zijn we ook nog even een paar meiden met de scooters een ijsje weten halen. En dus dat. Oh ja, wel er ook bij. Nee, ik lijk meer op een piraat. Nee, nou, ik vind best wel leuk. Ja, maar ik ben niet... Heb jij die eyeliner gedaan? Ja. Oh, dat vind ik echt mooi. Hij is snel moet aan ook nog, hè? Ja, ik zit... Lekker om te doen. Maar, ik was dus met een paar maanden nog een ijswezen halen met scooters. Want scooters hebben dus voor 24 euro. Dat was super gezellig en lekker. Oh ja, ik was helemaal een beetje. Morgen om 11 moet ik de scooters weer terugbrengen. En ik heb wel echt scooter gaan kopen, jongens. Dus als iemand zijn scooter wil verkopen aan mij, laat me weten.
Het is super chill. En ik heb toch geen auto. Maar zo ben ik wel sneller bereikbaar. Dus. Ja. Ja, van mij aan ja, ja. Je was een gang van ja, ja, zo. On gaat van de baby to that song. Oh, ja, ja. Ja, van mij aan. Goedemorgen allemaal. Wij zijn in Alkmaar. En we gaan de stadswandeling doen. We hebben net geparkeerd hier beneden. En we wachten op de rest. En dan gaan we stadswandeling doen in Alkmaar. Dat is zo'n georganiseerde stadswandeling. En dan ga je allemaal langs horeca tentjes. Dus dat is wel super relaxed. En lekker. We hebben het ook allemaal een beetje zwaar, volgens mij. Want we hebben het gisteren nog echt gezellig gehad. Hoe laat waren we gisteren in bed? Half vijf. Ik lag om half vijf in bed. Kwart voor vijf. En ik sliep ook echt pas om vijf uur. Ik ook. Ik dacht, we gaan nog naar de zonsopgang. Ik denk, ik wilde jullie wakker maken om toch gewoon te gaan. Maar, en jullie hadden daar ook kunnen rijden, denk ik. Ja, we waren toen wel weer net voor ons. We hebben 2 uur in bad gezeten. Dan. Oké. Okay. Maar, ja, wij gaan stadswandeling doen. Alle boodschappen zijn verdeeld. De wodka wordt verdeeld. De wodka wordt verdeeld. De worsten zijn verdeeld. Opnieuw. Kut. Nee, dit moet erin. Maar, het is niet zo goed licht. We hopen dat jullie het leuk vonden. Like en comment. En tot volgend jaar. Houdoe. Zoals jullie kunnen zien ben ik er thuis. Ilke die had de vlog al afgesloten, zag ik. Maar bij deze sluit ik hem ook af. Ik heb echt een superleuk weekend gehad. Ik ben echt helemaal kapot. En ik ga vanavond gewoon nog lekker chillen en op tijd naar bed. Want ik moet morgen ook gewoon weer naar school. Dus ik vond het echt super leuk. En bij deze sluit ik de vlog af. Tot de volgende keer. Doei!